om het nog niet gaan gebruiken voor ik ze op de foto had gezet. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we woensdag, het is nu 7:15. En ik ga mijn kamer voor een deeltje opruimen. En ik heb hier jeuk. Ongelooflijk. Ik heb net een hele review geschreven over dit product en dan merkte ik dat hij niet meer te koop was. Like what? Volgende dan maar. Eén product gereviewd en nu op naar het volgende, maar welke? Een aantal producten liggen die ik echt nog nooit heb gereviewd. Misschien dit product. Nog ingeschreven, dus dat is wel iets dat ik kan afvinken van mijn to-do list. Yes! Hallo, ik heb net een intro gevonden voor een boodschappenhaul, dus het is tijd voor een boodschappenhaul. Gisteren heb ik naar de Colruyt gaan winkelen, en daar heb ik een aantal dingen gekocht. Onder andere rietsuiker, dat is iets beter dan gewone suiker in gebak. Het smaakt ook een beetje knapperig, denk ik. Dit is volledig fair trade, dus dat is ook nog een keer heel goed voor het milieu. Ik heb ook een fles olijfolie gekocht. Dit is gewoon olijfolie, bestaat uit geraffineerde olijfolie en olijfolie van de eerste persing. Als ik bak ik bijna altijd, niet altijd, maar bijna altijd met olijfolie. Dus ik vind het heel fijn om een nieuwe fles te hebben. Ook heb ik een paar pakken lightkaas gekocht. Ik eet tegenwoordig namelijk lightkaas op een boterham. Als ik een boterham eet, is het meestal maar lightkaas en tomaat. Dus vandaar. Ik heb een zakje mandarijntjes gekocht, maar ik heb ze dan meteen in mijn bakje gedaan. Super lekker. En een ideale stuk fruit voor tussendoor. Ik heb 2 pakken vegetarisch gehakt gekocht van Moni. Want ik ben van plan om later deze week lasagne te maken, dus dat komt zeer goed van pas. En ik heb ook 2 pakken braadworst gekocht, maar ze zijn al leeg omdat ik die echt zo lekker vind. Allee, vegetarische braadworst, want ik ben vegetariër al een jaar of 3-4, dus we blijven daar nog wel eventjes. Nu is het iets voor 11 en tijd voor mijn tussendoortje. Ik had jullie nog geen nieuw kalenderbriefje getoond. Deze ga ik trouwens misschien ook op mijn prikbord hangen. Ik vind hem heel mooi, die walvisjes met die treitjes. En morgen, alleen vandaag, is een print met een parapluutje. En 2 mensen die zitten. En deze werd door Sabien Clement getekend. Of Sabine Clement, ik weet niet. En dit is uit de flowkalender, uiteraard. Even mijn fotoboekje inrichten. Ik ben ondertussen trouwens naar Boncolor aan het kijken. Ik heb hier nog een volledige zak met spullen en beauty make-up en zo van die dingen die ik nog niet heb gefotografeerd, dus dat ga ik nu doen.
Dan kan ik ze eindelijk gaan gebruiken. Ik kon het toch niet gaan gebruiken voor ik ze op de foto had gezet. Met al die producten die eindelijk worden gefotografeerd, ruikt mijn camera echt zo heerlijk. Nu ga ik even mijn vlogcamera in de lader stoppen, want hij is bijna plat. Door het fotograferen van mijn mini-fotoshoot. Alba mini. Veel producten. Hey, ik heb nog altijd een irritante jeuk. En uitslag aan beide kanten van mijn kaak. Wel, ja, echt heel annoying. Maar, gisteren had ik een bakje hier besteld. Die is toegekomen daar straks. Ik ga even laten zien wat dat erin zit. Het is een pakje van mijn bol. Wel, alle twee dingen waar ik al heel lang over aan het twijfelen was. Het is maar één ding in mijn pakje. Er komt een ander pakje dan lag. Oké. Dit is het statiefje. Dat Bonnie ook heeft. Maar het fotostatiefje echt super klein. Maar echt handig om gewoon zo mee op straat te gaan filmen. Of op de grond te zetten als je iets kleins filmt. En het is eigenlijk echt wel voor... Allee, het is eigenlijk wel een stevig statiefje, want ik had zowel een compact camera aan, zoals waarmee ik nu vlog, als een reflex camera met standaard lens. Of met 15 milliliter lens. Want ik had hiervoor dit statiefje, ook een goed statiefje. Wat het probleem is, ik kon mijn vlogcamera met moeite aan. En mijn reflexcamera, dat kan hij al helemaal niet aan. En ik heb echt wel iets nodig om zo te kunnen vastnemen zonder dat dit naar beneden gaat. Dus vandaar heb ik dit statief gekocht. En het is ook het statief dat Bon Color gebruikt in haar vlogs. Dit is het Pixie Mini Tripod System van Manfrotto. En Manfrotto is eigenlijk wel een goed statiefmerk. Ik ga hem terecht eens testen met mijn reflexcamera, want mijn vlogcamera zit op mijn grote statief. Het is wel iets zwaarder, maar dat is ook wel logisch. Kijk, dat gaat gewoon. Ik zou echt zulke zo kunnen vloggen. Echt even een foto maken. Even tijd voor Inception. Oei, dat is niet scherp. Opnieuw. Oh, opnieuw niet. Wacht. Even gewoon zo scherp stellen, dan draaien. Beter, maar niet volledig. Ja, ik heb ook even op automatische link zetten. Ja. Allee, waarom lukt dit niet? Ben ik zo slecht op? Kan eigenlijk ook gewoon... Nee, kan niet hoor. Mijn venstertje kijken. Ja, dat is een goede Inception. Woehoe!
En nu ik klaar ben met eten, ga ik verder doen met productfoto's fotograferen. Echt hatelijk. Ik was net de laatste twee dingen aan het fotograferen en mijn kaart is vol. Dus nu eventjes overzetten op mijn laptop. Ik was echt zo hard aan het vloeken, want ik was net een banner aan het maken van Fobevlogs en het ging totaal niet goed kwijl. En ik moet redelijk snel door, want ik moet nog naar de voedingsconsulenten. Dus we gaan gaan. Hey, ik zit in mijn auto. Ik ben een klein beetje te vroeg op mijn afspraak, dus nog even wachten. Ondertussen is het trouwens aan het regenen. Dan probeer ik een muesli op te nemen, zo opvallend mogelijk, want er zit een andere meneer naast mij in de auto. Allee, in de auto naast mij. Ik ben thuisgekomen, ik heb de welkomstvideo en het eindevideo online gezet. Ik heb naar thuis gekeken en naar blind getrouwd. Mijn wortel gegeten. En een oreo koek. Drie melk de chocola. Echt overheerlijk.